Ja, Sharon Hendricks, de leidster in het Grand Prix-klassement. Had je te danken aan je mooie overwinning op de alternatieven. Ben je daar nog vaak mee bezig geweest de afgelopen maand? Je bedoelt met de alternatieve Elfstedentocht? Ja, met de overwinning? Ja, nou zeker wel. Want ja, je wordt er eigenlijk continu aan herinnerd. Thuis waren vrienden, hadden een feestje gegeven toen ik thuis kwam. Maar ook op werk was het eigenlijk één groot feest. Ja, superveel reacties, superveel berichtjes. Dus ik werd er zeker wel veel aan herinnerd de afgelopen weken. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, en daarom heb je nu het leiderspak. Ga je nu echt bezig zijn met het leiderspak verdedigen? Of gaan jullie als team voor de dag zegen? Het zou super mooi zijn als ze dat pak kunnen houden binnen de ploeg. Maar we rijden gewoon voor de dagzegens. En als je goede uitslagen rijdt of een zege pakt of podium pakt, dan hou je natuurlijk ook het klassement. Dus ja, het voornaamste doel zal wel de dagzegens zijn. Ja. Maar wel alle ballen op jou? Ligt eraan hoe goed de andere meiden rijden, maar in eerste instantie denk ik wel. Ja. En het is je laatste keer hier in Zweden. Maar als je om je heen kijkt, denk je dan niet, nou zou ik er toch nog een jaartje aan vastplakken? Nou, als ik hier om me heen kijk, dan denk ik wel, oh, is het echt de laatste keer dat ik hier ben? Dan twijfel ik stiekem wel een beetje. Maar aan de andere kant, over kunstijs twijfel ik niet. En ik denk wel dat je die wedstrijden elke zaterdag nodig hebt om goed te zijn op natuurreis ook. Dus wat dat betreft is het goed zo, ja. Ga je nu extra genieten? Ja, dat zeker, ja. Succes! Dankjewel!